En dit is wel echt mooi, want hier heb je die horizontale ja. En dan hier juist die andere. Het is wel mooi dat hier ook een beetje zo danst. Dat ribbeltje. Ja, precies. Ja. Ja. Die zit geheel op de zwarte ketting. We zijn op dit moment hier bij het Textielmuseum in Tilburg. En bezig met de ontwikkeling van de textiele wand van 26 meter lang. Die op de Holland Boulevard op Schiphol wordt geïnstalleerd. De architecten hebben huiskamers ontworpen. En vanuit die huiskamer is het de bedoeling dat men de ervaring heeft van het Nederlandse landschap. Als uitgangspunt hebben we een foto genomen. Die hebben we vervolgens vertaald naar bepaalde computerprogramma's die door de weefmachine ingelezen kunnen worden. Door een textiele wand te maken wordt de omgeving veel zachter. Krijg je ook echt het gevoel dat je er veel meer in zit in de omgeving als het ware, dan dat die afstandelijk en glad is. Wat ik heel belangrijk aan deze wand vond is dat er ook een bepaalde dynamiek in zit, een bepaald relief, waardoor je eigenlijk continu wat anders weer kan ontdekken en ervaren als je er langs loopt. Afhankelijk van je perspectief, van hoe je hem benadert. Ja, daar ben ik zeker trots op, ja.